Sander van Heijden, zojuist de eerste wedstrijd gespeeld tijdens het trainingskamp in Oostenrijk. Nipt verloren met 2-1 van Kasim Pasa. Wat was jouw indruk van deze wedstrijd? Nou, de indruk van deze wedstrijd, de eerste helft, was vond ik echt, ja, echt een heel hoog niveau van onze kant. En we waren ook veel beter, terecht 1-0 voorgekomen. Kansenverhouding misschien gelijk, maar zoveel meer balbezit, goed positiespel. Ze kregen totaal geen druk op ons. En op geen enkele manier eigenlijk. Dus daar zie je wel dat wij stappen hebben gemaakt in deze voorbereiding in het spel wat we willen spelen. Dus dat is wel heel positief. En de tweede helft zag je dat we iets vermoeid raakten en ook 4 keer wisselen. En wat voor spelers je ook inbrengt in elke wedstrijd. Als je wisselt is het altijd even zoekende. Dat is gewoon zo. En dan begint de vermoeidheid een beetje te spelen. En de tweede helft waren zij beter. En gaan zij ook wisselen. En zij worden het leek net of zij wat fitter oogden nog, hè, op dat moment. Maar goed, dat is niet erg. Daar is ook voorbereiding voor. Het is jammer dat we verloren hebben. Helemaal gezien de eerste helft. Dat was echt heel goed. Maar goed, dat is ook weer... we maken 2 fouten achterin. En dan wordt het op dit niveau gewoon keihard afgestraft. En dan ligt hij in het mandje. Ja, zoals je al zegt, een hele goede eerste helft. Ik heb echt genoten van onze eerste helft. We hebben echt ze van het kastje naar de muur getikt eigenlijk. En we hadden misschien wel meer voor moeten staan, maar we hebben echt fantastisch gespeeld. En de tweede helft trok het nog wel aardig door. Helaas door twee fouten van ons dat ze winnen. Maar ik vond het wel een beetje geflatteerd, want ik vond wel dat er maar 1 ploeg was die verdiende te winnen en dat waren wij. Er lopen een paar nieuwe jongens in de groep in vergelijking met vorig jaar. Wat is je indruk van hun? Ja, goed. Kijk, wij hebben een bepaalde speelwijze waar... Er wordt ook naar gekeken door Henry en door de scouts en door onszelf. Dus we kijken ook wat er bij de club past en wat er bij onze speelwijze past. Dat zijn jongens die passen daar wel bij. Ik moet zeggen dat die zich redelijk goed aanpassen aan het spel wat wij willen spelen. Dus ik ben er wel positief gestemd over, ja, absoluut. Het is een nieuwe omgeving voor jou. Eigenlijk allemaal nieuwe teamgenoten voor jou zelf. Hoe gaat die samenwerking tot dit moment? Ja, eigenlijk heel goed. Ja, ik ben gewoon goed opgevangen. En het is belangrijk, ze nemen me meteen ook serieus. Dus als ik wat zeg, dan nemen ze het ook aan. En ik heb een goede klik met de jongens. En ik voel me hier al snel thuis.